Goed mensen, ik ben allemaal leuk dat je kijkt naar een nieuwe Hexit aflevering samen met de Dutch Durms. We zitten hier in een dungeon en we zouden dit gaan clearen. Dus, en jij hebt lekker veel torches. Maar je kan ze allemaal niet oppakken. Ik wel. Oh, pas op, stop voor een koe. Oh, je moet wilde koeien hier. Oppas op tripwire hier zo, hè. Oppassen dat het niet allemaal explodeert. Ik gooi dit even allemaal weg hoor. Mace focus gooi ik ook maar weg. Hebben we ook niks aan. Living metal plate. Zit hier echt? Wow, iron wood plate is dit. En daar heb je echt helemaal niks aan. Ik vind het echt heel bijzonder. Ja, maar dan loot je het en dan... Oh. Oh, we hebben weer zo'n mini-baas, denk ik, hè? Oh, weer één? Ja, hier toch? Of niet? Er zit hier een pressure plate. Een pressure plate? Ja. Sta er eens op. Ja, nee, ik heb alles weggehakt. Je kan dat blauw niet eens weghakken. Oké, ik ga hem terugplaatsen. En dan mag jij erop staan. Ja, ik ga goed. Ik ga wel ver weg staan. Zo stond hij. Succes. Is het een houten? Oké. Oh, damn it. there we go. Nou, dat was het. Spectac- nou, kijk, deze is meteen geopend voor de volgende. Die heb ik al geopend. Oh, hier zit een maze map focus in. Dat heb ik al maar ingedaan. Oh. Dat is allemaal troepje voor mij. Je had nog een eindbaas gevonden, zei je? Ja, maar blijkbaar was het niet, want daar link was dus zo'n mushroom ding. Ik dacht van, daar is ook een eindbaas. But no, it's not. Even kijken. Nou, misschien is hier weer wat. Oh, hier zijn ook allemaal van die mushrooms. Nope, loop dood. Hop, gaan we weer terug. Rechts, sorry, gaat naar de andere kant. Hop. Oh, torches! Torchkamer, altijd leuk. Oké, nou, ik heb er weer genoeg. Ja, echt hè. Wat leuk dit. Handig dat ze dat doen, torchkamers. Ja, wel, hè? Ja, zo van nagedacht. Als moesten we weer zo'n tientallen van die dingen maken. Oh, kijk. Oh. Pas op, hier zit draad. Oh, ja, zie je? Ja. Zo. Oh, kut. Draad al af. Zit er wat erin? Nope. Hey, nou. Een nieuwe doorgang. Ja, ik wou net zeggen, dat is... Hier zijn we geweest. Slecht, eigenlijk. Ik denk dat we ook niet meer lager kunnen, hoor. Want we zitten denk ik al op bedrock niveau. Ja, we zitten al op niveau 9. Zaten we net ook. Zou denken. Ja, even kijken. We moeten toch wel ergens iets nog kunnen vinden. Maar we kunnen niet meer naar beneden of zo. Ja, hier is nog geen licht. Hier. Waar ben jij? Hier bij die grote vondstkamer die we hadden. Vondstkamer? Dan. Oh, daar. Ik kom eraan. Yo, ik ben er. Yo. Oh, hoi. Gewoon deze kant op. Is cool. Ja. Zo, ik heb helemaal geen enemies meer. Oh, hier een chest. Oh nee, niet. Hè, het leek hier zo. Hier een chest. Oh, pas op voor dus die... Oh, we moeten hem gewoon zo openen dan, inderdaad. Een empirewand en papier! Oh, neem die papier, dat papier mee. Dat is wel makkelijk, of handig. Ik heb 7 papier nu. We hebben er 8 nodig. God damn it. Even kijken hoor, laten we hier een rondje lopen. Hier zijn we heen gegaan. Kijk, deze kant zijn we niet op geweest. Dus hier is nog meer. Oh, hier is de torenskamer. Nee, dit is geweest. We moeten die aan die kant op, daar. Hier. I'm on my way. Komen we daar niet... Oh nee, daar kwamen we niet vandaan, hè? Nee, dit is de nieuwe gang. Als dit doodloopt, Oké, we pakken de achterste. Oh, er is hier wat, hè? Visite. Pas op voor de tripwire dan. Nee, er is hier echt helemaal niks. Wat een anticlimax dit. Misschien achter de... Ja, dat kan je niet weghakken. Echt, wat stomme... Maar het kan wel kapot gaan, maar je kan het niet weghakken. GG, well played. Oh, deze kant op. Ja, dan gaan we maar hier naartoe. Oh, shit. Een ultra raar Withering Twilight Forest of the Beetle. The Beetles, hey. Kan je me healen? Oh, help, Sam, healen. Oh, nee, ik heb ook geen staf. Waar is mijn staf? Oh. Oh, hier is mijn staf. Oh, we hebben hier papier. Maar ik heb nu mijn maze map focus heb ik weggedaan. Heb jij die toevallig? Nee, er is sugarcane. Nee, waarom moet ik maze map focus hebben? Nou, dan kunnen we een maze map maken. Oh, dat is hier. Oké, als jij er eentje kan maken... Ik weet niet eens hoe dat moet, joh. Die maze map focus in het midden en eromheen allemaal... hoe heet die dingen? Papier? Papier, ja. Oké. Moeten we even een crafting bench maken. We hebben die. Ik zal even kijken of ik hout heb. Ik heb 1 oakwood. Hier. Oh, dat is genoeg trouwens. Hoep. Zo. Hoppakee. Dan kan jij een map maken nu.
Oh, ik heb een Hexacol Diamond. Die hebben we trouwens nodig. Waarvoor? Dat is het sterkste van de sterkste. Dan kan je yes, ik heb een blanke mazen. En equip hem eens. Dus rechter muisknop of zo. Hij staat laden. Ah, chill. Duurt lang. Twee worden 9 letters. Duurt lang. Nou, ik volg jou. Ik heb geen idee hoe dit werkt. Can I take a look? Ja, hier. You may have it. Oké, waar zijn mijn torches? Hierzo. Oh, nee, inderdaad. Het schiet mij inderdaad niks op. Ik denk dat er niks meer is. Ik denk dat we het eindbaas al hebben gekild. Zullen we maar gewoon weer omhoog gaan en andere dingen doen? Dat was een makkelijke eindbaas. Ja, echt, hè? Oké, nou, laten we het einde zoeken. Ja. Nou ja. Iets in ieder geval waar we weer omhoog kunnen gaan. Ik ben je kwijt. Oh, ik heb het. Hier is het. Echt? Maar hier zijn we nog niet geweest. Wacht. Kijk wat hier is, hoor. Hier zijn we nog niet geweest. Oh, zie je dikke loot zit, jongen. Oei. Oh, een Minotaur. En hier. Mooi, dit is nog best wel lange mees. Wow! What up? Ik heb een gat gevonden. Echt? Door de bedrock heen. Zonder grap. Uh-oh, dat klinkt heel veilig. Get out of here. Kom ook, dus je kan alleen geen torch. Dus je kan naar beneden in de void springen? Ik weet wat hier is. Er is hier een gat. Ik maak geen grap. Ik probeer even te zoeken. Wacht even. Maak echt geen grapjes. Die mee. Blazen we dit even op. Hoppakee. Hey, waar was jij? Dan moet ik jou helemaal zoeken, want ik weet niet waar je bent. Bij dat water. Oh, bij het water. Ja, ik ben heel erg anders. Ik weet echt niet waar ik ben. Oh, nee. Probeer je wel even te zoeken. Even kijken. Ik zie je. Ik zie je op de map. Dat is fucking vet. Op de kaart. Op de kaart. Ik zie je op de kaart. Moet je nodig ergens Ik loop nu naar je toe. Als je daar blijft staan, dan kom ik eraan. Ik ga eerst torches neerzetten. Ik wil kijken wat het is. Kijken, dan moet ik nu hierin. Oh god. Lol, wie heeft dit gemaakt? Hè? Ik moet nu bij je staan. Waar ben jij? What the fuck? Oh, daar ben je. What the fuck? Mijn map glitcht hem. Yo, hoe de fuck kom jij daaronder? Geen idee. Uh-oh. Ga omhoog. Zit vast? Oh, waarin zat ik vast? Oh, what the fuck is dit dan? Ja, dat vraag ik me ook af. Je kan gewoon dat bedrock kan je gewoon hakken. Ja. Oh nee, dat is niet eens bedrock. Nee. What the fuck? Dit is zo weird. Ja, ik had dit gevonden. Nou, ik zou zeggen, zet de copyright op. Yes. dit is nu wel bedrock. Kijk maar. Dat is een en al bedrock nu. Wat zou hieronder zitten dan verder? I don't know. Wat bedoel ik? Magic Void. Er zit hier nu een Minotaur, hier zo. Ja. Hier. Die zit ook vast. Shit. Kill it with fire. Maar ja, zullen we in ieder geval maar omhoog, want ik denk dat hier niks meer is. No. We kunnen hier geen chille loot meer vinden. Even kijken, ik stop even die Hexacol Diamonds. Hoeveel heb ik daar eigenlijk van? Even kijken. Hoeveel Hexacol Diamonds heb ik? Oh, ik heb er nu 2. Oh, hallo, vriend. Nee, die is er niet. Doei. Hoppakee. Zo, ik gooi even mijn troep weer weg. Ik kan trouwens een lock level 2 maken. Pardon, en? Een charming... Charm of keeping 2. Geen flauw idee wat het is. Oh. Never heard about it. Allemaal enemies. Oké, hoe in godsnaam komen we nu omhoog? Dan via het water, toch? Ja, hoppakee. Dan moeten we helemaal omhoog komen. En dan gaan we dan wel weer een nieuwe dungeon vinden. Want je hebt hier echt moeilijke vet eindbaas, hè? Moeilijke vet eindbaas. Wat droppen die dan? Ja, echt dikke loot. Echt gewoon... Ik heb er eentje, dat is een Hydra, was dat? Maar als je die killt... ben je rijk? Allee. We kunnen hier trouwens gewoon omhoog. Ja, hier. Hoppakee. Kijk, dan kunnen we gewoon zo omhoog graven. Hé, waar is mijn...
pickaxe. Hoppakee. Nou jongens, dus hartelijk bedankt voor het kijken van deze aflevering van Hexit. Een korte aflevering, maar ik zou zeggen, geef even goed een like. En we vinden diamonds. Diamonds komen we gewoon tegen hier zo. Ik heb al zoveel diamonds in mijn inventory. Ik denk dat ik ook wel 2 stacks heb of zo. Dat is echt totaal useless. Echt, maar ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren op The Dutch Terms en op Project Crafter natuurlijk. Jongens, hartelijk bedankt voor het kijken. Het enige wat ik kan zeggen is peace. Broodje appelsap.